Ik ben hier. Ik doe het op mijn manier. Georgette, heel erg lief dat je er dit wilde uitreiken. We hebben samen veel meegemaakt. Ik lag bij jou op de grond als ik een tegenopdracht had in Parijs. En toen we een tassen maakten voor Thierry Mugler. En nu schrijf je voor de NRC. Dus way to go. Heel erg bedankt dat je de prijs hebt uitgereikt. Bedankt jury. Bedankt Modit. Voor dit prachtige mooie juryrapport. Ik ben zeer vereerd met deze bijzondere prijs. Nu staat officieel vast dat tekenen niet uit de mode is. Tekenen is voor mij het belangrijkste instrument om mijn liefde voor mode te uiten. In mijn werk gaat het erg om het feit dat minder meer is. Met minimale lijnen en middelen de sterkst mogelijke beelden oproepen. De kransenjeurprijs is voor mij een belangrijke erkenning van het tekenvak voor de mode-industrie. Dan wil ik eindigen met mijn vader te bedanken. Die is er niet meer. Maar van mijn vader heb ik een tekentalent. En deze prijs is ook voor hem. Heel erg bedankt. Ja, ik voel me heel bijzonder. Ik ben helemaal volgestroomd met kracht en liefde. En het is een beetje of je op je eigen trouwerij bent. Met heel veel liefde in de zaal en waardering. Dus het is echt een heel bijzonder moment voor me. Ja. Nou, ik heb nooit als doel gehad om er prijzen mee te winnen. Ik ben al vanaf mijn vierde aan het tekenen. En op een gegeven moment werd duidelijk dat mode tekenen moest zijn. En als je al vanaf heel jong weet dat je tekenaar wil worden, dan begin je en dan kijk je waar het schip strandt. Nou, en vandaag is het schip op een hele mooie manier gestrand. Ja, en wat zijn de toekomstplannen? Doorgaan nog. En ik ben bezig met een boek over mijn werk te maken. Ik heb Studio Piet Paris opgericht. Ik wil ook producten gaan ontwikkelen. Dus de wereld van Piet Paris wordt groter dan alleen maar tekeningen.